Hoogsoeren strijdt tegen de omstreden vliegroutes. De omstreden vliegroutes naar en vanaf Lelystad Airport zijn de bewoners van Hoogsoeren in het verkeerde keelgat geschoten. Wat komt er op ons af? Kun je dat even kort samenvatten? Nou, heel kort gezegd is dat vanaf 1 april 2019 de staatssecretaris graag ziet dat de vliegtuigen die in Lelystad vertrekken, dat die op 1800 meter hier over de Veluwe gaan vliegen. En dat begint helemaal in Epe en dat gaat helemaal door naar Epe en het hele traject is 1800 meter. Dus dat is verdomd laag. En dat gaat dus overlast bezorgen. Teuggen is al een beetje in de vlekken, want het paracentrum dreigt dicht te gaan. En verder valt het allemaal nog wel mee met de commotie, of niet? Nou, ik geloof het niet. Ik denk wat ik nu zo een beetje bespeur en vanmorgen ook weer aan de telefoon en op de radio. Er is toch wel grote onrust aan het ontstaan, moet ik zeggen. Want het is eigenlijk allemaal na de vakantie pas op gang gekomen dat de mensen zich beginnen te realiseren. Hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? We hebben vlak voor de vakantie het nieuws gekregen. Toen was Teuggen, stond onmiddellijk in de belangstelling, hebben ze verschrikkelijk goed opgepakt. En toen ging het hele verhaal over Teuggen. Maar ja, nu komen de mensen terug en nu krijgen ze het werkelijke verhaal te horen dat behalve zeg maar Teuggen geblokkeerd wordt, ook de mensen in het land, om het zo maar te zeggen, enorm last gaan krijgen van die vliegtuigen die over gaan komen. En dat is gewoon het ordinaire lawaai wat je in je achtertuin hebt. Of als je hier komt recreëren op de Veluwe, zul je te maken krijgen met dat lawaai op je camping. Bij het bekendmaken van de vliegroutes boven de Veluwe is er, volgens Tieskens, het nodige verkeerd gegaan. Nou, we gaan dit soort routes in Nederland, wordt meestal in overleg gedaan. Daar zullen minimaal provinciale bestuurders bij betrokken geweest zijn. Hebben die even niet opgelet of was het dan misgegaan? Ja, dat is een verschrikkelijk interessant verhaal. Kijk, dat hele verhaal van Teuggen, dat loopt al heel lang. Al 8 jaar lang is daar overlegd over de eerste fase van Teuggen. Of Teuggen, ik bedoel Lelystad. En daar hebben de provincies altijd aan tafel gezeten. Met alles meegesproken, 8 jaar lang achter elkaar. En toen, op het moment dat er nog één dingetje geregeld moest worden, namelijk dat fameuze verhaal van de aansluitroutes op het hogere luchtruim, waar we nu eigenlijk over praten. Ja, in dat traject is de gemeente en is de provincie helemaal niet betrokken. Dus op dat moment zijn ze zich ongelooflijk voor de gek gehouden. Op de bezwaren die het vliegveld Teuggen had, is een alternatieve vliegroute bedacht. En die gaat dwars over de Veluwe. Belangenvereniging Hoogsoeren hoopt dat de Tweede Kamer het plan afkeurt. Staan we nu voor een voldongen feit? Althans, dat lijkt zo te zijn. Nou, we staan voor een voldongen feit. Dat kun je niet echt zeggen, want politiek is er nog altijd hoop. Kijk, juridisch zijn er wel wat haken en ogen. Maar het belangrijkste voor het moment is eigenlijk de politiek. Heel snel en heel kort, binnenkort zal de Kamer overleggen met de staatssecretaris. En dat is het moment dat we misschien wel een slag kunnen slaan. En dat gaat plaatsvinden op 13 september aanstaande. En hoe kunnen wij daar als verontruste inwoners nog invloed op uitoefenen? Nou, invloed uitoefenen is om te beginnen, is teken alsjeblieft de petitie Red de Veluwe. www.petities.nl Red de Veluwe. En dat moet je echt nu doen. En nu is nu, hè. Niet straks, nu. Ja, vanavond. En dan gaan jullie met die petities naar de staatssecretaris? En dan gaan we met de petitie naar de staatssecretaris. Dat gaat allemaal plaatsvinden op 12 september, zoals het nu gepland is. En we hopen dus op nog heel veel meer steun van Apeldoorn en de bevolking hier. Maar we hopen heel erg ook op steun van de gemeenteraad, waar we de komende week ook mee zullen gaan praten. Een 26-jarige man uit Apeldoorn is dinsdagavond door een 32-jarige man, ook uit Apeldoorn, met een mes in zijn rug gestoken. De dader werd door de politie opgepakt. Het gebeurde op de Stationstraat. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het steekincident is niet bekend. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Morgen is het wisselend bewolkt met zonnige perioden en is er een kleine kans op een bui. Het wordt 22 graden. In de avond en nacht zijn er opklaringen en is het droog. Het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Vrijdag en zaterdag is het wisselend bewolkt met aardig wat zon. Overdag wordt het rond de 24 graden en in de nacht rond de 14 graden.